Hoi meiden, welkom bij deze Zwangerfit en Mamafit les van de Gerestein Groep. Wij zijn Stephanie Horsting, algemeen fysiotherapeut. En mijn naam is Rianne Blankers en ik ben bekkenfysiotherapeut. Stephanie en ik zijn allebei Zwangerfit docent en deze les is speciaal voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die recent bevallen zijn. Mocht je bevallen zijn, wacht in ieder geval 6 weken met het uitvoeren van deze les. En als jullie vragen hebben, zowel tijdens je zwangerschap of in de periode daarna, kijk dan even op onze website en stuur een van ons een mailtje, dan helpen we je graag verder. We gaan nu vooral lekker bewegen en we gaan beginnen met een warming up. Oké, zullen we maar gewoon eerst beginnen met wat stappen op plaats? Ja! En de warming up is vooral bedoeld om een beetje op te warmen, in je lijf klaar te maken voor de oefeningen die we zo meteen gaan doen. We gaan dit hoog in de knieën hebben. Vind je dit vervelend? Dan hou je je knie gewoon iets lager. Zeg van, nou, ik voel me eigenlijk wel heel goed. Dan mogen ze uiteraard iets hoger. We gaan door naar de zijpad, of eigenlijk hakkenbillen is het eerder. En wat je kan doen, als je thuis natuurlijk lekker deze les aan het doen bent, zet even een muziekje op. Een muziekje wat je zelf fijn vindt. Waar je lekker op kan bewegen. Dat helpt vaak ook weer om lekker alles te geven. Ja, trek goed die schouderbladen naar elkaar toe. Zeg je van, nou, ik vind dit niet fijn. Dan kan je ook uiteraard je benen iets minder ver omhoog trekken. Zeg je van, nou, ik vind het te makkelijk. Dan mag je hem gewoon iets krachtiger gaan doen. Nog 4 keer. 4, 3, 2, 1. En als we gaan op de plek stappen. Maak er ondertussen ook gelijk een schouderrol naar achteren. En naar voren. Trek de schouder helemaal op. En los. Helemaal op. En los. Nou, zullen we beginnen met wat lichte squat oefeningen? Ja, dat lijkt me een goed plan. We zetten de voeten iets uit elkaar. We gaan met de billen iets naar achteren. Let erop dat je knieën niet voorbij je voeten komen. Hou vol. Doe het 5 keer. 1. 2. 3. 4. En de laatste. 5. Gaan we nog door naar de lunge. We zitten 1 been vooruit. Handen omhoog in de zij. Vind ik zelf fijn voor mijn stabiliteit. Zeg je van nou, ik vind het niet fijn. Dan hoeft het uiteraard niet. We gaan met onze 8e been iets naar de grond. En haal vol. Doen we ook weer 5 keer. 1. 2. 3. 4. De laatste. 5. Wisselen van kant. Uiteraard moet het helemaal nog niet zo heel ver naar beneden, want het is pas een warming up. Gaan we. 5 keer. 1. 2. 3. 4. En de laatste. 5. We schudden de benen heel eventjes af, uit. Heel goed, schud je benen inderdaad even los. Nou, ik ben wel warm. Ja, gaan we door met de oefeningen. De oefeningen die we vandaag gaan doen, zijn verschillende oefeningen gericht voor de kracht van je armen, je benen en je stabiliteit. En we gaan beginnen met een squat. Alle oefeningen doen we vandaag 3 keer, 35 seconden. Yes. Om en op. Dus je begint bij de squat, die doe je 35 seconden, we hebben even 10 seconden rust. Vervolgens gaan we door naar de bicep curl. En dat doen wij nu, laat ik het heel even snel zien zonder gewicht, maar uiteraard mag het gewoon met gewicht en dat gaan wij ook zo doen. Ik ga de timer aanzetten. Ja! En dan beginnen we bij de squat. En waar je bij de squat op mag letten is dat je voeten op heupbreedte staan. Stephanie laat hem zo vanaf de voorkant zien en ik vanaf de zijkant. Je voeten staan op heupbreedte en je gaat zo meteen deze beweging maken. Oké, dames, we gaan bij de squat. Dus je zakt door je knieën met je billen naar achteren. Je knieën blijven achter je tenen. En hoe verder je naar beneden gaat, hoe zwaarder die is. Vind je hem dus te zwaar, ga je gewoon minder ver. Blijf je hoog. Zeg je nou, gaat hartstikke goed. Mag je lekker ver naar beneden zakken. Hou vol, dames. We zijn over de helft. Nog 15 seconden. Hou vol. Nog 8 seconden. En let ook weer op je ademhaling. Nog 3, 2, 1. Pak snel je gewichtjes. Gaan we naar de tweede oefening.
Als je geen gewichtjes in huis hebt, kies je voor flesjes water. Oké, zetten de voeten iets uit elkaar. Buigen de knieën. De biceps curl. We trekken de navel iets naar binnen. Haal het omhoog. En naar beneden. Hou vol. En blijf goed op die basishouding letten. Dus je knieën ligt gebogen, navel is ingetrokken. Je blijft ademen. En mocht je dus geen gewichtjes in huis hebben, kan je 2 flesjes water gebruiken. Zeg je van, nou, een halve kilo is voor mij te licht. Ja, we hebben ook de 1,5 kilo flessen. Ja, kan je die gebruiken. En we zijn er alweer. Dan gaan we weer door naar de squat. Zeg je van, nou, de squat is voor mij te makkelijk, ook zonder gewichten. Mag je er uiteraard gewoon met gewichten doen. We zetten de voeten iets uit elkaar. Dan gaan we met de billen naar achteren. Oké, dit is dus ronde 2. Na deze ronde van de squat en de biceps curl gaan we ze dus allebei nog 1 keertje doen. Want we pakken 3 rondes van 35 seconden. Let goed op je ademhaling ook. Hou vol. Nog 15 seconden. Hou vast. Kom. Nog 10 seconden, meiden. Hou vol. 5. En we zijn er. We gaan weer door naar de biceps. Pak je gewichtjes er weer bij als je ze nog niet had. Zetten de benen weer iets uit elkaar. We buigen in de knieën. Trekken de navel iets naar binnen. Gaan we weer buigen en strekken. 35 seconden. En hou die schouders ook weer netjes laag. Je navel is ingetrokken. En je blijft netjes doorademen. Ook heel belangrijk. Hou vol, nog 20 seconden. Hou vol. Nog 10 seconden. Hou vol. Nog 3 herhalingen. Nog 5 seconden. En klaar. Oké. De laatste keer squat. Ronde nummer 3. En dus de laatste voor deze 2 oefeningen. Gaan we weer. Tijdloos. En je kan er dus voor kiezen om met gewicht te doen of zonder gewicht. En je kan hoog blijven als je hem pittig vindt. Je kan verder naar beneden zakken. Kies de variatie die goed bij jou past, waarbij je geen klachten hebt. Hou vol, dames. Nog 15 seconden. Hou vast. We zijn er bijna. Nog 8 seconden. Hou vol. 3, 2, 1. En even rust. Ik zet hem even stop. Is er een biceps curl begonnen, toch? Oh, sorry. Oh. Houtje. Kunnen we hem uitknippen? Oké. 3. De biceps curl. 1. En ook deze, dus nu nog een 30 seconden. Dit is de laatste. Van deze. Hou vol. Nog 20 seconden. En blijf goed doorademen. Na deze oefening hebben we even drinkpauze. Dus probeer hem nog even vol te maken. En dat ga ik jullie lukken, want we hebben nog maar 10 seconden. Hou vol. We staan met nog 5 seconden. 3, 2, 1. Even rust. Pak even een slokje water als je daar behoefte aan hebt. Oké, gaan we door met het tweede setje van de oefeningen. We gaan zo meteen doen de lunge en de shoulder press. Ik zal de lunge even laten zien. Ook deze oefeningen doen we zo meteen 3 keer 35 seconden. Bij de lunge trek je je navel een beetje in. Je maakt een stap naar voren. Dan ga je door je achterste knie zakken met je knie naar de grond. En daarna stap je weer terug. En dit kan je natuurlijk doen helemaal naar beneden, maar je kan ook wat hoger blijven, afhankelijk van wat goed voelt. En Stephanie, laat de shoulder press even zien. Wat we gaan doen, we zetten de voeten iets uit elkaar, we buigen de knieën, we trekken de navel iets in. Zeg je van, nou, ik vind het 1 keer te licht, dan mag je uiteindelijk maar 2 gewichten doen. Je houdt hem op deze manier vast en we duwen hem omhoog en weer rustig terug. En weer omhoog en weer rustig terug. En dan blijven we 35 seconden herhalen. Oké. Ga ik de tijd aanzetten? Oh. Ronde 2, de lunge en de shoulder press. Zorg dat je klaar staat. We starten met de lunge. Handen omhoog in je zij, rechtop, navel intrekken. Ga je gang naar voren, naar beneden en weer terug. En tijdens
deze oefening is het belangrijk dat je goed blijft doorademen. En dat je romp ook goed stabiel blijft. Zeg je van, nou, ik vind het heel vervelend om elke keer terug te stappen. Mag je ook één been naar voren? En dan ga je gewoon een aantal herhalingen maken achter elkaar. En vervolgens wissel je hem dan om en om. Dat mag ook. Dus kies vooral de variant die voor jou goed voelt. Mond, drie seconden. Hou vast. Even rust. Gaan we door naar de press. Zet je de benen iets uit elkaar. Iets gebogen knieën, trek de navel in. Duw omhoog. Halen. Hou vol. Nog 30 seconden. Blijf goed doorademen. Nog 20 seconden. En blijf ook goed op die basishouding letten. Hè? Dus niet gaan overstrekken. Je knieën blijven licht gebogen. Hou vol. Nog 10 seconden. Nog 5 seconden. Nog 1 herhaling, kom op. En even rust. Oké, gewichtje mag aan de kant. Zorg dat je weer klaar staat voor de lunch. Handen omhoog in je zij, navel trekt je in. Tijd loopt, ga je gang. En de lunch is best een pittige oefening. Dus mocht je wat klachten hebben, kies er dan bijvoorbeeld voor om een minder grote stap naar voren te zetten. Minder ver naar beneden en dan weer terug. Of haal hem, zoals Stephanie net al zei, wel die stap naar voren. Eventueel minder ver naar beneden. En blijf hem even in deze houding staan. Nog 10 seconden, dames. Hou vol. Nog een aantal herhalingen. Hou vast. Nog 3, 2, 1. Even rust. Pak weer je gewichtje erbij. Gaan we door met de shoulder press. Nog 3, 2, 1. Haal de duw omhoog. Let goed op je basishouding. Voet iets uit elkaar. Iets gebogen knieën. Trek de navel iets in. Blijf goed doorademen. Oké, nog maar 20 seconden, meiden. Hartstikke goed, hou vol. Je blijft de hele tijd goed op die basishouding letten. Hou vol. Nog 10 seconden. Hou vast. Nog 3, 2, 1. Even rust. Dan gaan we voor de derde, laatste keer de lunch. Zorg er weer voor dat je klaar staat. Daar gaan we. Laatste keer deze oefening. Dus probeer even alles te geven wat je hebt. Hou vol, dames, kom op. En probeer niet te snel te gaan, maar juist ook te letten op de goede uitvoering van de oefening, zodat je goed stabiel blijft. Nog 20 seconden. Zeg je van, nou, ik ben nog niet vermoeid. Dan mag je iets dieper gaan maken. Hou vol, nog 10 seconden. We zijn er bijna, meiden. Kom op. Nog 3, 2, 1. En even rust. De laatste keer het gewichtjes omhoog duwen. Zorg weer dat je goed staat. Dan gaan we alweer. Laatste. Hierna doen we even drinkpauze. De tijd loopt. Hou vol. 30 seconden. Let op je ademhaling, je ademt rustig in. Nog 20 seconden. Hou vol. En 15 seconden. Heel goed, het is de laatste hè, van dit duo aan oefeningen. Dus probeer hem even netjes af te maken. We zijn er bijna. Hou vol. En ik word er nog eentje. Heel goed. Dus ja, we hebben gewoon nog even erbij gepakt. Goed, dat was ronde 2. Neem even wat te drinken. Goed, gaan we verder met ronde 3. We hebben weer 2 oefeningen voor jullie die we 3 keer 35 seconden gaan uitvoeren. En we beginnen met een oefening voor je stabiliteit in stand. Zorg ervoor dat je goed rechtop staat, je knieën zijn licht gebogen en je hebt je navel ingetrokken. Je mag je handen in je zij zetten en wat je zo meteen gaat doen, is je knie heffen. Daarna laat je rustig zakken, je voet raakt niet de grond en daarna ga je zijwaarts je benen. Dan zet je je voet neer en dan doen we hetzelfde aan de andere kant. Dus je knie heffen, been gaat terug en dan zijwaarts heffen. En terwijl je dat doet, probeer je goed rechtop te blijven. Dat is oefening 1.
Oefening 2. Oefening 2 is de deadlift. Wat je doet, ik laat hem even vanuit de zijkant zien. Je zet je voeten dichter bij elkaar. Je buigt in je knieën en je gaat rustig vanuit je armen langs naar beneden. Met een rechte rug naar beneden en weer terug. Je knieën iets gebogen, gaat naar beneden en weer rustig terug. Je mag hem uiteraard zo weer met gewichten doen. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Ja, de tijd mag gaan. Ook deze weer 3 keer 35 seconden. We beginnen in stand. Zorg ervoor dat je goed staat. En dan gaan we. Navel is ingetrokken. Knie mag omhoog. Laat hem rustig zakken. En daarna geef je even zijwaarts. En terug. Andere been. Knie mag omhoog. En daarna ga je zijwaarts. En terug. En vergeet niet dat je knie eerst omhoog mag. We hebben weer gewisseld van been. En laat hem rustig zakken. Zijwaarts. En weer terug. Heel goed. Knie weer omhoog. Rustig laten zakken. Zijwaarts. En terug. En je ziet dat we proberen onze romp zoveel mogelijk recht te houden. Dus probeer niet te veel zo te gaan wiebelen, maar jezelf steeds te corrigeren. Dat was al de eerste 35 seconden. Pak je gewichtjes erbij, of je flesjes water, gaan we door met de deadlift. We zetten de voeten weer dichter bij elkaar, we buigen de knieën iets, trekken naast zich. Gaan rustig het gewicht over de knieën, met een rechte rug en weer terug. Dan gaan we weer naar beneden. Netjes dames, hou vol. Nog 20 seconden. Hou vol. En blijf ook nu weer goed doorademen. We blijven het zeggen, maar dat is ook echt ontzettend belangrijk. Zeker in de periode rondom je zwangerschap en na de bevalling. We zijn er alweer bij, na 5 seconden. Ja. Nog één herhaling op. En even rust. Oké, gaan we weer door naar de stabiliteitsoefening in stand. Dus kom staan. Handen in je zij. Knie mag omhoog. Rustig terug. De zijwaarts. En weer neerzetten. Dus je knie gaat omhoog. De voet blijft los van de grond. Zijwaarts. En probeer je stabiliteit dus goed te bewaren. Omhoog. Nog 20 seconden. En vind je hem te lastig, ga je minder ver omhoog. En minder ver naar buiten. Dus kies even de variant die goed bij jou past. Hou vol. Nog 3 seconden. Nog 1 keer. En maak hem even af. Heel goed. Weer de gewichten. En gaan we naar de deadlift. We zetten de voeten weer iets dichter bij elkaar. We buigen weer de knieën. Trekken de nagels in. Gaan met de handen over de knieën. En rustig terug. Hou vol, dames. Nog 25 seconden. Oké, hartstikke goed. Hou die rug recht. Blijf goed doorademen. En dan hebben we nog maar 15 seconden te gaan. Dus hou vol. We zijn er bijna. Nog maar 10. Hou vol. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Doe er nog eentje extra. Heel goed. Oké, zorg er weer voor dat je klaar staat. Dan gaan we de laatste keer de stabiliteitsoefening in stand doen. Handen in zij, navel is ingetrokken, knie gaat omhoog. En laat hem rustig zakken en dan zijwaarts. Oké, wissel van been, knie omhoog. Zijwaarts. En rustig terug. Knie omhoog. En dan weer zijwaarts. En nogmaals, maak de beweging wat kleiner. Als je hem te lastig vindt. Hou vol, dames. Nog 10 seconden. Nog 5 seconden. Nou, mooie zijwaartse beweging. Blijf tot rechtop. Oké. De laatste keer. Zeer tijd. Gaan we de deadlift doen. De laatste alweer. En hierna is er natuurlijk weer even ruimte voor een slokje water. Zorg ervoor dat je goed staat. Dan gaan we. Hou vol. Nog 25 seconden. Het is de laatste keer, dames. Hou vol. En blijf weer netjes doorademen. Je navel trek je in. Je rug blijft netjes recht. En dan hebben we nog maar 10 seconden te gaan. Hou vol. Heel goed. Nog 5 seconden. Oké, we doen er nog eentje. De laatste. Oké, hartstikke goed.
Dat was ronde 3. Meiden, pak even een slokje water als je daar behoefte aan hebt. Komen we zo. Gaan we verder met ronde 4. Oké, gaan we verder met ronde 5. Dit zijn twee oefeningen die we op een matje gaan doen. Mocht je thuis geen matje hebben, kies dan even een andere plek in je huis of in je tuin waar je de oefening kan doen. Je kan bijvoorbeeld denken aan op het gras of op een vloerkleed of leg gewoon even een handdoekje op de grond. We beginnen met de Superman. Wat je doet is dat je komt zitten in kruiphouding, zoals we dat noemen. Zet je handen recht onder je schouders en je knieën zijn recht onder je heupen. En wat je dan doet, je mag beginnen met even je rug laten hangen en je rug bol maken. Dan hou je je rug netjes in het midden stil, zodat je rug recht is. Je trekt je navel in en dan ga je je rechterarm strekken tegelijkertijd met je linkerbeen. Dan zet je hem terug en dan ga je linkerarm strekken tegelijkertijd met je rechterbeen. En dan zet je je arm weer terug. Dat is oefening 1. Oefening 2. Oefening nummer 2 is de push-up. Onze lievelingsvariant, denk ik. Wat we gaan doen... We zetten de handen iets verder naar voren. We zetten de knieën iets verder naar achter. Zodat je ervoor zorgt dat je in een rechte lijn ligt. We buigen iets de armen. Net zodat je het dus niet overstrekt. Vervolgens gaan we iets naar beneden. En rustig terug. Gaan we iets naar beneden. En rustig terug. Het gaat er dus helemaal om hoe diep je het kan. Bepaal voor jezelf wat voor jezelf fijn voelt. Ja. En we zullen zo meteen natuurlijk ook nog laten zien hoe je hem eventueel makkelijker kan maken. Maar we gaan beginnen met de Superman. Ook deze oefeningen doen we 3 keer per 35 seconden. Zorg ervoor dat je klaar zit, want we gaan beginnen. Oké, handen onder je schouders. Ja, knieën zijn onder je heupen. Dan mag je linkerarm rechterbeen. En rechterarm linkerbeen. Hou je rug recht. Je navel trek je in. Je blijft ook rustig doorademen. Nog 15 seconden. En vind je hem te zwaar, doe je alleen je armen om en om. En daarna bijvoorbeeld alleen je benen. En het belangrijkste tijdens die oefening is dat je rug recht blijft. 3, 2, 1. Gaan we door naar de push-ups. Oké, we gaan wel eens naar de beginhouding. Zet je knieën iets verder naar achteren. Zet de handen iets verder naar voren. Op schouderbreed. En we gaan rustig iets naar beneden. En rustig terug. Zeg je van, nou, ik vind dit echt veel te zwaar. Dan kan je uiteraard of minder ver naar beneden gaan. Maar je mag hem ook staan doen. Je zet je handen neer. Op schouderbreedte. En je gaat rustig naar beneden. Wat belangrijk is bij push-up tegen de muur. Is dat je dus je rug recht houdt. Je doet echt alleen vanuit je armen en de rug blijft recht. Nou, nog 5 seconden heb ik weer goed even kunnen smokkelen. Hou vol, nog 3, 2, 1. En rust. Goed, gaan we zo weer door met de Superman. Zorg dat je klaar staat. Oké, gaan we. Goed. Mocht je nou tijdens de Superman last hebben van je polsen, ga dan eventueel op je vuisten steunen in plaats van op je handen. De rest van de oefening blijft hetzelfde. Dus rechterarm, linkerbeen. Linkerarm, rechterbeen. En je rug blijft recht. Hou vol, dames. Nog 15 seconden. Nog 10 seconden. En ook nu weer. Meiden, let goed op die ademhaling. Zorg ervoor dat je blijft ademen. De laatste. Oké. Zijn we op de helft van deze ronde? Gaan we door met de 2e keer push-up? Ja. Met je handen maar weer neer. Ja. Zorg dat je rug naar de rechte lijn ligt. Ga rustig naar beneden. Bepaal voor jezelf wat goed voelt. Blijf goed op je ademhaling letten. Zeg je van nou, ik vind het te zwaar. Dan kan je hem uiteraard bij de muur doen. Hou vol. Nog 15 seconden. Hou vol, dames. We zijn er. Gaan we voor de laatste herhalingen van deze twee oefeningen. We beginnen natuurlijk weer met de Superman. We gaan er. Rechterarm, linkerbeen. En daarna linkerarm, rechterbeen. En nogmaals, vind je dat te zwaar? Pak je of alleen je armen, of alleen je benen.
En let weer goed op die ademhaling. Hou vol, dames, nog 20 seconden. Je rug blijft weer netjes recht. Nog 10 seconden. Hou vol. Nog 3, 2, naar de 1. Laatste. Nou, gaan we de laatste keer opdrukken. Yes! Dus ik heb het wel een beetje warm gekregen. Ik ook. Gaan we voor de laatste keer. Zorg dat je klaar staat. De tijd loopt alweer. De navel is weer ingetrokken. Dus ook door je ellebogen. Helemaal goed. Yes. Hou je rug recht. Bepaal voor jezelf wat goed voelt. Liever goede uitvoering dan dat je heel ver naar beneden gaat. Nog 20 seconden. Hou op. En check even, meiden, of je navel nog goed ingetrokken is. Trek hem maar weer in. En blijf ademen. We zijn er bijna. Nog 5 seconden. Kom op. Daar kunnen we nog zeker 2 herhalen. Nog 1 keer. Oké. Dat was het voor vandaag. Dit gedeelte doen we nog een opdracht. We gaan zo meteen nog 1 oefening doen. Maar eerst een slokje water. Oké. Gaan we verder met ronde 4. We hebben weer 2 oefeningen voor jullie. De eerste oefening is zijwaarts lopen. Wat we gaan doen. Je gaat je voeten iets uit elkaar zetten op heupbreedte. Dan zak je door je knieën heen met je billen naar achteren. Als het ware de houding van de squat die we eerder al hebben gedaan. En in deze positie blijf je terwijl je zijwaarts gaat lopen. Dus je blijft laag. Dus je houdt je navel ingetrokken. Dan ga je zijwaarts. Een paar passen naar rechts. En daarna gaan we weer terug. Een paar passen naar links. Dus als je ziet, blijf ik laag. Oké, dat is oefening 1. Oefening 2. Oefening 2 is zijwaarts heffen van je armen. Wat je doet, je zet je benen iets uit elkaar. Je buigt in je knieën. Zet je navel iets aan en dan gaan armen zijwaarts heffen. Wat heel erg belangrijk is bij deze oefening, is dat je niet je nekspieren omhoog trekt. Dus schouders blijven laag, rustig zijwaarts heffen en rustig terug. Zeg je van nou, ik heb last van mijn nek, of andere kant, dan doe je het gewoon uiteraard zonder gewichten. En zeg je van nou, ik vind het te makkelijk, mag je het uiteraard met gewichtjes gaan doen. Oké, met de eerste. Ook weer 3 keer 35 seconden, zorg dat je klaar staat, navel intrekken. Squat houding, handen mag je voor je houden. En dan gaan we zijwaarts. Dus je maakt passen opzij terwijl je laag blijft. Ik hoop dat je wat ruimte hebt in je woonkamer of in je tuin waar je aan het trainen bent. Maar al doe je 2 passen opzij, helemaal prima. Wissel je het gewoon weer af. Hou vol, dames, nog 20 seconden. Zeg je van nou, ik voel nog niks in mijn bovenbeenspieren. Dan mag je uiteraard nog wat lager. Ja, maak het jezelf zo moeilijk als wat je kan hebben. We zijn er alweer bijna. Nog maar 7 seconden. Hou vol. Nog 3, 2, 1. Oké. Rust. Gaan we naar de zijwaartse hef van de armen. Ja. Ik laat zien zonder gewicht. Rianne laat het net goed zien. We zetten de voeten uit elkaar. We buigen de knieën. We trekken de navel. En zijwaarts heffen. En rustig terug. Let op dat je je schouders ontspant en niet omhoog trekt. Blijf goed doorademen bij deze oefening. Nog 20 seconden. Hou die schouders goed laag. En als je op een gegeven moment denkt, die gewichten worden toch te zwaar. Leg ze dan aan de kant. En ga dan net als Stephanie door. Met de oefening zonder gewichten. Maar we zijn er alweer bijna. Hou vol. Nog 5 seconden. En de laatste nog 1 herhaling. Kom op. En even rust. Oké. Gaan we door met de zijwaartse pas. Zorg dat je klaar staat. Pauze zit er alweer op. Navel intrekken. Dan gaan we zijwaarts lopen. Dus je kan omhoog blijven. Als je hem pittig vindt, gaat het goed. En lekker laag zitten. En maak de zijwaartse passen en blijf laag. Blijf ook nu weer goed doorademen. Nog 20 seconden, dames. Kom op. En blijf lekker in beweging. Hou op. We zijn er alweer bijna. Wij hebben nog maar 10 seconden. Nog even volhouden. Nog 5. Oké. Even rust. Gaan we door met de zijwaartse heffen van de armen. We zetten de voeten weer uit elkaar. We buigen de knieën. Trekken de navel in. Gaan we zijwaarts heffen van de armen. En ook deze doen we natuurlijk weer 35 seconden. Bepaal je eigen tempo. Hou vol, nog 20 seconden. Blijf goed doorademen.
Nog 15 seconden. Nog 10 seconden, kom op, dames. Hou vol. We zijn er bijna, meiden. Nog even volhouden. Oké, laatste. Heel goed. We moeten het nog één keertje doen. Ja, beginnen we weer met de zijwaartse pas. Dat is de laatste keer, dus probeer even alles te geven wat je hebt. Navels in. En dan gaan we. En proberen maar lekker laag te zitten. Dat je echt voelt dat die beenspieren een beetje aan het werk moeten. En je kan er ook nog voor kiezen hoe groot je de passen maakt. Probeer daarin ook de variatie te vinden die voor jouzelf prettig voelt. De tijd gaat hartstikke snel. Hoeven nog maar 15 seconden. Ja. Wat kunnen jullie? Hou vol. Nog maar 10. Nog 3 seconden, kom op. Oké, nog een grote stap. Heel goed. Rust. Nou, de laatste alweer. We gaan weer zijwaarts hebben van de armen. We doen de voeten weer uit elkaar. Trekken de navel niet in. Gaan we heffen. Denk aan die ontspannen spieren in de nek. Kom op, dames. Nog 20 seconden. En het is de laatste keer hè, dat je deze oefening hoeft te doen vandaag. Dus probeer echt even de laatste energie te geven. Hou vol. We zijn er alweer bijna, dus dit kunnen jullie. Kom op. Nog maar 9 seconden. We zijn er bijna. Nog 5 seconden. Kom op. 2 herhalingen. Nog eentje dan. De laatste. Yes, hartstikke goed. Dit was ronde nummer 4. Neem weer even pauze en een slokje water. Gaan we zo verder met de